Gebrekkige overleg in samenwerking belemmerde de groei van de agrarische sector. Dit zei Sudarshan Jairam, directeur landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, gisteren tijdens de vierde Value Chain Platform Meeting en workshop van de Suriname Agriculture Market Access Project. De bewindsman meent dat de belanghebbenden binnen de branche meer moeten samenspannen. Maar vandaar is het ook zo dus dat in deze tijd de wereld in feite vraagt van die agrarische industrie dat ze in overleg moeten gaan werken, omdat die eisen steeds scherper worden. Dus er is nodig dat er overleg gepleegd wordt vanaf grond tot mond eigenlijk, dus die hele schakel. En de minister heeft dan de president zo ver gehad om alvast dan in het begin vorig jaar dan platform Race te laten oprichten en waarvan dan ik ook voorzitter ben. En het is al een jaar dat platform bestaat en er is behoorlijk veel werk verzet. Directeur Jairam deelde zijn ervaring met de aanwezigen, waaronder veel belanghebbenden uit de sector. Hij stelde de vaststelling van platformen zoals de reisschappen Nieuw-Nikeri, dat in 2022 is ingesteld, ervoor moet zorgen dat de productie en industrie van rijst enorm zal doen groeien. Dus u ziet dat het belangrijkste is dat er getracht wordt om de samenwerking tussen de stakeholders te bevorderen, maar ook is de nadruk op medebeweer, dus waarbij de overheid natuurlijk, waarbij de belanghebbenden ook een deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen met betrekking tot onderzoek, met betrekking tot voorlichting, met betrekking tot afzet. De functionaris onderstreept dat het besef van gemeenschappelijk belang moet doordringen bij alle actoren in de agrarische branche.